hebben dan. Ik sta. Moe, wat? Iwan ligt te laat. Iwan vroeg de vroeg. Dat mag wel weer, zei het mens. Maar ligt vroeg genoeg. En wat ik zelf altijd zo bijzonder vind, dat is dat wij dingen om ons heen hebben waarvan we eigenlijk niet meer weten hoe speciaal als het is. Ik ben hier in Almelo, dus. Lekker in Almelo, in Enschede, Hengelo, overal. En toen zat ik toen een keer en toen kon je nou op een menukaart kon je uitzoeken wat je wilde eten. Dat kan allemaal niet meer. En toen zat er een echtpaar naast mij en die man en die vrouw die ken ik wel. Load up on guns, bring your friends, it's fine to lose and to pretend. She's and self-assured. Oh no, I know a dirty
op een historisch moment. En wat ik heel leuk vond in de trein, heb ik ook mensen gesproken. En Henk vertelde me 42 jaar over de historie van de lijn. Of Gerard die me afgelopen week mailde en zei: Joost, deze lijn, daar ben ik mee gestart. Mijn eerste zelfstandige rit is machinist. Ik zou graag op de laatste rit willen doen. Een ander verhaal, Gerald, die vertelde hoe anders het rijden met een dieseltrein is dan als je het vergelijkt met een elektrisch trein. In ieder geval een grote betrokkenheid die erin heeft. En die grote betrokkenheid die blijkt ook uit de grote opkomst. En dat is misschien wel mooi om dat te markeren. Ik vind het persoonlijk altijd mooi om dingen te markeren, zowel privé als zakelijk. Morgen wordt mijn jongste zoontje 4. Nou, ik kan u vertellen dat een hele gewichtige gebeurtenis is dat. Ik heb afgelopen week elke dag om 6 uur aan herinnerd. Ik ook morgenochtend wat later. Naar school. Ja, naar school. Ja, precies. Ja, wordt lekker rustig zo dan. Zondagschool. En ook zakelijk om te markeren. Om terug te kijken en vooruit te kijken. En terugkijken kunnen we kijken op een grote historie met een lijn met veel geschiedenis. Waarvan veel mooie verhalen zijn. En die mooie geschiedenis die komt met name door de grote betrokkenheid en met name van de directe medewerker, directe collega. En ik hoop dat jullie goed op onze reizen zullen passen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Namens de provincie Overijssel, dankjewel voor iedereen die zich heeft ingezet in die achterliggende jaren. Het was 2005 dat de provincie Overijssel deze lijn overnam van het Rijk. En we zullen die gele linten door het landschap zullen we missen. Maar we zullen ook uw inzet, die u al die jaren heeft gepleegd, missen. Want de kwaliteit van die lijn is altijd hoog geweest. Die werd ook gewaardeerd. Als we naar de barometer kijken, de lijn Enschede-Zwolle 7.0, de lijn Kampen-Zwolle 7.6. De lat ligt hoog, u heeft in die achterliggende jaren echt wat laten zien. Kwaliteit door uw inzet. En daar past ook een stukje waardering bij. En in die zin is het heel erg mooi dat ook... En hij zei van, ja, dat momentum, dat moeten we eigenlijk willen markeren. En spontaan zei ik van, ja, dan ga ik die laatste reis ook meemaken. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan, want ik heb geluisterd onderweg naar uw verhalen. En gehoord hoe u betrokken was bij deze lijn. En nog snel even het materieel op het laatste moment schoon heeft gemaakt. Om ook deze laatste reis er verzorgd uit te laten zien. De schoonmakers die mij vertelden 7 jaar terug begonnen te zijn op deze lijn voor het eerst... En daarmee verbonden te zijn. Nu de laatste keer de doek even over de stoelen haalde. Maar ik hoorde ook van dat mooie verhaal van die reiziger die in slaap viel. En vervolgens echt wakker werd. En zijn vrouw dat leerde kennen. Nou, dus, ja, daar staat ze. Fantastisch om dat soort verhalen verbonden aan zo'n lijn ook te horen. En ja, de lat ligt hoog voor de toekomst. En met Blauwnet proberen we die reiziger weer die kwaliteit te bieden. En waar kan nog een schepje daar bovenop te doen. Maar dat heeft niet aan uw inzet gelegen. U heeft de achterliggende jaren echt voortreffelijk werk verricht. U weet ook hoe het gaat. Er zijn momenten dat u als bedrijf ook een concessie weer wint. En de volgende periode uitvoering mag geven. Ik wens u daar heel veel succes bij. De taak ligt nu op de schouders van Blauwnet. Keolis pakt deze taak over. Maar u in ieder geval heel erg bedankt voor de achterliggende periode. Dank jullie wel. Goedenavond. Ik kan het niet uit mijn hoofd. Er is gevraagd namens het rijdend personeel iets te zeggen. Dus bij deze zal ik mij voorstellen. Ik ben Michel van Rijnberg, ik ben machinist met standplaats Enschede. En tevens degene die straks de laatste rit rijdt naar Enschede. Vanavond nemen we afscheid met pijn in het hart van de spoorlijnen Zwolle-Kampen en Zwolle-Wieren-Enschede. Een tijdperk van 135 jaar. Einde van het tijdperk NS of het Kampenlijntje, oorspronkelijk aangelegd als onderdeel van de Centraal Spoorweg. Van Utrecht via Amersfoort naar Kampen. Het gedeelte Utrecht-Amersfoort-Hattem werd geopend in 1863. Hattem-Zwolle met de overbrugging van de IJssel in 1864. En doordat de Masterbroekpolder onder water was gelopen,
werd het traject Zwolle-Kampen in 1865 in gebruik genomen. In 1930 reden er per dag 50 treinen in beide richtingen tussen Kampen en Zwolle. En door de elektrificering van Utrecht-Amersfoort in 1942 en Amersfoort-Zwolle in 1952 werd een scheiding van de treindiensten onomkeerbaar. Einde van het tijdperk Zwolle-Wierden-Almelo. De opening daarvan was op 1 januari 1881. 1888 werd de spoorlijn Deventer-Almelo geopend en die werd in 1917 geëlektrificeerd. En in deze laatste periode, de spoorlijn is onderdeel van die derde staatsaanleg van spoorwegen in Nederland. En in de laatste periode van grootschalige aanleg van spoorlijnen in Nederland werden zoveel mogelijk regionale spoorwegen aangelegd. En met de aanleg van Zwolle-Wierden en Deventer-Almelo kregen Zwolle en de noordelijke provincies een directe verbinding met de belangrijke internationale spoorwegverbinding tussen Almelo en Salzbergen. Einde van het tijdperk dieseltreinen bij NS. 80 jaar ongeveer. De DM90, de Buffel, verschenen eind jaren 90 op een groot deel van het niet geëlektrificeerde spoorlijnennetwerk. In de jaren hierna zijn deze trajecten openbaar aanbesteed en ging de exploitatie naar andere vervoerders. En rond 2012 is een groot deel van de DM90 vloot buiten dienst gesteld en helaas morgen de rest van de vloot. Het afscheid valt ons zwaar. Voor mij persoonlijk betekent met name de lijn Enschede-Zwolle en de Buffel betekent veel voor mij, aangezien ik mijn praktijkopleiding heb volbracht op deze lijn. Dus ik heb een zeer speciale band met het traject en de DM90. Wij als rijdend personeel zullen dit allemaal heel erg gaan missen. We hebben altijd met veel inzet, overgave en plezier ons werk gedaan op deze lijnen. Om onze reizigers zo veilig en zo comfortabel mogelijk naar hun bestemming te brengen. Helaas vanavond voor het laatst. Gelukkig gaat er nog één treinstel naar het Spoorwegmuseum, dus we kunnen af en toe nog even teruggaan in Meiden over hoe het was geweest. Nou, laten we met elkaar hopen dat de politiek ons rustig gezind is voor de toekomst, zodat wij als Nederlandse spoorwegen op de bestaande lijnen mogen blijven rijden. Aan ons personeel zal het niet liggen. Wij werken keihard om alle doelstellingen te halen en gaan ervan uit dat onze werkpakket niet verder wordt uitgedund. Dat is een hele grote wens van ons. Bij deze wens ik dan ook de collega's van Keolie Nederland veel succes bij het exploiteren van de lijnen Zwolle, Wierden, Enschede en Zwolle Kampen. En dan sluit ik heel emotioneel af. Nooit meer Kampen, nooit meer Heino, nooit meer Raalte, nooit meer Nijverdal. Dank u wel. Er staat nog voor u een drankje klaar en een hapje. Onze trein vertrekt om 18 over weer vanaf station Zwolle. Dus het zou fijn zijn als iedereen rond 5 over 12 weer zijn jas wil aantrekken, zodat we met z'n allen weer naar het station kunnen. En voor nu, proost. Ja. Oh, we rennen. Ga jij naar dat lijn?